eind vorig seizoen. Was het nog maar de vraag of MVV aan dit seizoen kon gaan beginnen. Financiële nood. Al die problemen zijn weggewerkt. Een aanvoering van algemeen directeur Laura van Leeuwen. Die desondanks vertrokken is. Er wordt nieuw leiderschap gevraagd bij MVV. Maar het ziet er allemaal een stuk rooskleuriger uit. Bij de nummer 9 van afgelopen seizoen. Slechts op doelsaldo werden die play-offs gemist. Een minder doelsaldo dan NAC. En we weten allemaal hoe het met NAC is afgelopen. Cambuur, de nummer 13 van vorig seizoen. Daar moet en zal het beter gaan voor de ploeg van Henk de Jong. Smeet, hard die in zijn rug. Krijgt de bal wel gewoon bij El Basri. Segers komt op. Brian Smeets met een half overstapje en de redding van Jansen. Sylvester van der Water. Goeie kap. Van der Water. Voorzet gevaarlijk en de eerste serieuze kans ook voor Cambuur. Narti jaagt hem over. Hij wil weer Cambuur voetbal zien. Henk de Jong greep aan het einde van vorig seizoen terug naar een systeem met 5 verdedigers. Speelt nu gewoon weer 4-3-3. En het moet weer echt aanvallend gaan worden bij Cambuur. Thomas Smeets moeit zich nadrukkelijk met de opbouw. Schuift nu weer een linie door. Als Aktas Segers aan het werk zet. Verdedigd Oesman. Daar is Smeets alweer. De handen bij Jansen. Weer Brian Smeets. Dat is een trieste terugkeer vroeg in het seizoen bij MVV voor Nicky Soeren. Vorig seizoen nog aanvoerder in de Geuzelt. Gaat er onder luid applaus van de MVV supporters vanaf. Die niet vergeten zijn wat Soeren voor MVV betekend heeft. Zijn vervanger Jeremy van Mullen. Nieuw in de stadions het doorlopen van de wedstrijdklok. In blessuretijd, zodat u niet alleen thuis, maar ook in het stadion de klok door ziet lopen. Van der Water, weggekopt door Smeets. Afvallende bal voor Ottesen. En zit daar niet nog een handje aan van Matthijs? Cambuur denkt van wel. Serieuze mogelijkheid voor de rechtsback van Cambuur. Goede controle van Balk. De Jong, Smit. Moet wat inhouden. Kan hem niet in één keer meenemen. Van der Water. Van der Water. Probeert veel zelf te doen. Voert zijn acties soms te ver door. Zoekt nu naar Smit. Daar is Smit. En daar is de goal voor Cambuur. Op het moment dat Van der Water dus een keer voor die voorzet kiest. Is het Milan Smit. Met de 1-0 voor Cambuur. Hij kreeg dus op zijn falie van Henk de Jong. Omdat hij te veel afgeleid zou zijn door transferperikelen. Is hier nog gefrustreerd omdat Van der Water voor zichzelf gaat. En dan kiest Van der Water vervolgens voor de voorzet. Wordt Aktas in de lucht geklopt. Duikt Matthijs het zwembad in en is het 1-0 via Milan Smit. Van Mullen. Pauwels. Concentratie in de ogen bij Schenk. Fraai opgelost door Pauwels. De Jong. Weggekopt door Smeets. Van Mullen vangt op. Van der Water. Smit naast zich. Daar is Smit. Daar komt Balk. Vuistje er tegenaan. Van Matthijs is genoeg. En met kunst en vliegwerk een hoekschop via Marco Kleine. Thomas Pol. Ruimte en tijd voor de voorzet. Gaat zelf op de lat. Venijnige poging van Pol. Krijgt er ook alle tijd voor. Daar ontsnapt MVV aan de 0-2. Fantastische uithaal van Pol. Komans. Zoeken naar Braken. Daar is Braken.
En daar moet hij meer mee doen. Zeker met zijn kopkwaliteit. 5 van zijn laatste 10 goals in de keukenkampioen-divisie met het hoofd. En deze kopt hij naast. Pauwels. Van der Water. Veel ruimte. Van der Water. Matthijs klem vast. Trap van Smeets. Is goed. Daar komt de kopkans. Daar is Aktas. Maar geen enkele richting aan die kopbal. Stoeiend met Ottersen. Kan die geen richting geven. Dan zit het erop. Heeft Cambuur de eerste 3 punten van deze competitie binnen. Via Milan Smit. Die weg wil. Voor veel geld eventueel weg mag. Maar nu zijn geld nog dubbel en dwars waard is. De clubtopscorer van vorig seizoen met de enige goal. Gelukkig tot stand gekomen in de tweede helft. In de matige wedstrijd. Van beide kanten weinig echt grote uitgespeelde kansen.